Dit is Verkiezingslink, een serie interviews bij Omroep Link met kandidaten, vooral lokale kandidaten voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het waterschap de Hollandse Delta. Mijn naam is Dick Boschieter. Mijn gast van nu is Henny Wiersma. Henny, welkom in de studio. Dankjewel, Dick. Henny Wiersma staat op plek 1 van de lijst van de PvdA voor het waterschap de Hollandse Delta. Misschien kun je kort iets aan het begin even over jezelf vertellen. Wat doe je en wat heb je in het verleden gedaan? Ik begreep dat je raadslid bent geweest in Hellevoetsluis. Ja, Dick, dat klopt. Ik heb wel een bepaalde geschiedenis al in de politiek. Inderdaad in Hellevoetsluis. Verder ben ik heel lang opbouwwerkster geweest. Ben ook eigenlijk een socioloog. Dat heb ik ooit er ook nog even bij gedaan. Om ook wat meer te weten van wat beweegt nou mensen. En op het moment sta ik op de eerste plek als lijsttrekker voor Waterschap Hollandse Delta. Ja, want dat had ik niet gezegd, maar dat heb jij netjes ook aangevuld. Je staat op nummer 1 van de lijst voor de PvdA. Wat is nou wat jou betreft het belang van het waterschap? Waarom heb je kandidaat? Je was in de vorige periode, begreep ik ook al, was je gekozen in het waterschap? Ja, met voorkeurstemmen ook. En ik heb gemerkt dat het waterschap ontzettend belangrijk is, juist voor ook natuur en milieu. Ja. En ik ben ook natuurgids hier op de prachtige Zuid-Hollandse eilanden. En als je aan tafel zit, zeg ik altijd maar, dan kun je je mond open doen over biodiversiteit, over duurzaamheid. Maar wat ik ook belangrijk vind, dat is dat we het water is leven voor iedereen en moet ook betaalbaar zijn voor iedereen. En het water, onze partij is juist ook voor mensen met de lage inkomens. Dus minima krijgen bij ons kwijtschelding. En ik heb gemerkt dat heel veel partijen daar toch niet zo'n voorstander voor zijn. Het is mooi zijn dat je dat zegt, want het was een van de speerpunten die ik bij jullie ook zag. Dat de minima inderdaad kwijtscheldingen krijgen van de bijdrage voor het waterschap. Klopt, zuiveringskosten. Daarin onderscheiden jullie je voor een deel, zeker denk ik ten aanzien van andere partijen. Heb je nog andere dingen waarvan je zegt dat is nou typisch PvdA aan ons programma voor de waterschappen? Nou, voor een groot deel onderscheiden we ons daarin met die lasten. Want dan wil ik toch ook even noemen dat de afgelopen periode door een motie het ook zo is dat de agrariërs geen wegenheffing meer hoeven te betalen. Mm-hmm. Terwijl de wegen nog wel in ons bezit zijn. Hè. Er is wel een plan om dat op termijn over te dragen aan de gemeentes. En die lasten voor de wegen worden dan verdeeld over de burgers. Dus ook de burgers die het minder goed kunnen betalen. Verder denk ik dat onze partij zich ook echt onderscheidt op het vlak van natuurbehoud. Dus dat is echt een belangrijk punt. En als waterschap kun je daar veel aan doen. Je kunt zorgen voor meer ecologische zones, want we hebben die dijken. Mm-hmm. Nou, maakt die dijken ook bloemrijker. Hè? Dus als je het alleen maar met gras en verpacht en daar niks aan doet. Maar als je ze bloemrijker maakt, dan verstevigt het en de dijk, want de wortels worden dieper. En je zorgt dat er meer insecten komen. Nou, meer insecten zorgen voor vogels. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen wat biodiversiteit ook voor ons hele leven betekent. Dus belangrijke punten voor de PvdA. En volgens mij hebben jullie het ook over de vergroten van de zichtbaarheid voor de burgers van het waterschap. Dat klopt. Heb je daar nou nog concreet aanbevelingen voor? Zeg je van, god, daar wil ik me nou sterk voor maken en dat gaan we zo en zo doen? Nou, ik vertelde al dat mijn achtergrond ook opbouwwerkster is. Ik heb in de afgelopen jaren, en dat zijn er veel in Rotterdam, in Vlaardingen, ook in Hellevoetsluis, heel veel gedaan aan participatie van bewoners. En dan moet je ook echt naar ze toe. Je moet vertellen van waarom het belangrijk is dat je bijvoorbeeld zuinig omgaat met water. Ja. Jij als bewoner kan ook al heel veel doen aan besparing van water. Niet nutteloos je tuintje besproeien, maar misschien het water. Ja, dat klinkt alweer een beetje houtje touwtje, maar in de zomer misschien gewoon je kraanwater waarmee je groenten wast opvangen en daar je tuintje mee besproeien. Dus dan heb ik het ook over de kleine vervuilers en ook de kleine gebruikers. Want als vervuiler moet je ook opletten dat je geen wattenstaafjes door de wc gooit of vaatdoekjes. Want dan gaan die zuiveringen daarvan kapot. Hè? En dan moet je weer onderhoud en dat kost weer veel geld. En een heel belangrijk punt, ik kan echt wel zeggen dat ik dat best heb aangezwengeld.
Dat zijn ook de grote vervuilers. Ja. Denk aan G. Moers, dat is de fabriek bij Dordrecht. Mm-hmm. Tefal-pannetjes. Ja, ja. Die loost ook nog steeds heel veel giftige stoffen in ons water. Mm. Waardoor ook in de borstvoeding van vrouwen rondom Dordrecht komen 10 keer zoveel giftige stoffen voor. Okay. Denk aan PFAS, Gen X. Het zijn allemaal van die termen. Nou, zoek het maar op internet, maar het is dus zwaar vergif. Ja. Dus grote vervuilers willen we ook zeker aanpakken. En ook ja, de kleine vervuilers, denk ook aan jezelf. Dus participatie van bewoners vind ik heel erg belangrijk. En ik zag hier ook nog iets over minder bomenkap. Volgens mij is dat ook een groot punt voor de PvdA. Ja, nou ja, dat is al echt. Ik heb al jaren geleden bij de vorige provinciale staten ook al gezegd van moet je kijken wat er allemaal gekapt wordt om ons heen. En die bomen nemen CO2 op. Je kan veel zorgvuldiger met beheer omgaan. Hè. Er wordt heel gauw gezegd van oh, dat is de Ypres-ziekte en dat is die ziekte en dat ziekte. Maar je ziet ook dat bomen vaak gekapt worden omdat het gewoon geld in het laadje brengt. En daaraan gekoppeld wil ik ook nog één ding noemen qua vervuiling. Ik zet me ook heel erg in voor de plas van Heenvliet. Niet dat ik kan voorkomen dat hij vervuild wordt, maar hij is al heel erg vervuild. En ik zou ook eigenlijk ook de gemeente, dat is nu voor en aan zee, op het hart willen drukken van joh, misschien kan je daar wel een heel mooi recreatiegebied van maken. Mm-hmm. Hè? Want bloemen, planten en zo, dat groeit er nog wel. Maar laat daar nou niet met gezond verstand je kinderen in zwemmen. Ja, dat zou ik echt een slecht idee vinden. Ja. Want het is ook nog steeds vervuild met heel veel zware stoffen. Zeer zorgwekkende stoffen noemen ze dat. Ja, maar dat zegt dus, genoeg. Ja, precies. Ja, ja. Hoe kan je dat dan doen? Je hebt eigenlijk, als ik het zo zie, heb je al heel veel eigenlijk verteld over wat jou drijft om in dat waterschap in het bestuur te gaan. En vooral merk ik eigenlijk dat het toch heel veel over duurzaamheid, natuur, vervuiling gaat. Hele goede zaak vanzelf. Misschien kun je nog, en dat is als einde van dit interview, binnen 1 minuut nog eens even aangeven aan de luisteraars waarom ze op jou, op Henny, moeten stemmen voor de PvdA, voor het waterschap Hollandse Delta. Nou, Dick, dat staat eigenlijk op mijn flyer. En misschien hebben sommige mensen hem al in hun brievenbus gekregen. Nou, sociaal, groen en eerlijk. Ik heb 3 slogans. Zorg voor de natuur, het is onze naaste buur. Hoef ik jou niet te vertellen. Nee. Hè? Want ja, de natuur is om ons heen en schoon water, schone lucht. Dat is ontzettend belangrijk om gewoon te leven. Nou, veiligheid en schoon water, denk aan later. Hè, veilige dijken, veilige wegen. Je wil spelen, je wil zwemmen. Water is niet alles, maar zonder water is er niets. Hè? Dat is ook het punt. En dan eerlijk delen. Water is leven voor iedereen. Het mag niet zo zijn dat de mensen met een laag inkomen minder een beroep zouden kunnen doen op schoon water. En daarom blijven wij ook voor kwijtschelding. En we vinden ook dat grote vervuilers ook meer moeten bijdragen om het dat te voorkomen. Want kijk naar de farmaceutische industrie die de afgelopen jaren zoveel winst heeft gemaakt. Hè? Soms het 100-voudige van wat een medicijn heeft gekost. Dat zij dan vragen. Maar zij zorgen er niet aan de voorkant voor dat ook de resten in het water komen. Die moeten wij dan eigenlijk weer voor zorgen. Hè? Dat er een vierde trap noemen ze dat, om het water te zuiveren. Maar laat ook zeg maar die industrie zelf daaraan denken. Het was meer dan een minuut, maar dat heb ik je graag gegund. we komen tot een afronding van het interview. Ik bedank jou dat je mijn gast wilde zijn voor dit interview. En wens je heel veel succes 15 maart voor het waterschap. En hoop dat nummer 1 jou zeker daar in het bestuur brengt. Dank je wel. Ik hoop met meer mensen. Okay. Dank je wel, Dick, voor het interview. Graag gedaan. Nou. We zijn er.